Hallo allemaal. Het is 2:30. Om 4:30 is het donker. Dus ik heb 2 uurtjes om hier even mijn streamer uit te laten. Ik heb een kwartiertje staan gooien op een hotspot, maar niks gezien. En de rest van het water is lastig. Een hele schuine kant. En wat het vervelend maakt, is dat het nog vol ligt met drijfvuil, eendenkroos. En afgebroken rietstengels op de bodem, waar je continu aan vast zit. Ik ga een ander plekje zoeken. De herfst valt dit jaar in december. Nee, aan de omgeving ligt het niet. Het is alleen jammer dat die snoek niet thuis is. 5 jaar geleden zat er nog een aalscholverskolonietje in deze boom. Een stuk of 20, 25 vogels. En je kan het nog zien aan de kale takken. Inmiddels is er geen aalscholver meer te zien. Ja, dat betekent gewoon dat ze geen voedsel meer hebben hier. Met andere woorden, deze sloot is volledig kapot gevreten. Er zitten alleen nog een paar grote braasems, denk ik, en een enkele karper. Ik ben weer terug op de plek waar ik begonnen ben en het is pas 4:15. Ik stop ermee, want vertrouwen in dit water is weg. Tot de volgende keer.